Vorige week bleek dat Gaziantep, naar aanleiding van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije, alles wat herinnert aan de stedenbrand bij Nijmegen aan het verwijderen was. Een paar dagen later ontving burgemeester Hubert Bruls een brief van zijn Turkse ambtgenoten in Gaziantep met een nadrukkelijk verzoek. Ze vraagt aan mij om daar expliciet afstand van te nemen. Dat hebben we besproken in het college, maar het zal u niet verbazen. Wij zeggen, dat gaan wij niet doen. En wij betreuren dat ook, dat het zo wordt gedaan. Want daarmee ga je eigenlijk een stedenband, die gebaseerd is op vriendschap, die gebaseerd is op uitwisseling, juist over de grenzen heen, juist over ideologie heen, ga je eigenlijk helemaal koppelen aan nationaal beleid en een nationale discussie tussen twee staten. Zeer te betreuren en we houden er ook rekening mee dat men vanuit Gaziantep om die reden de stedenbrand zou willen opzeggen. Dat maakt hem helemaal spijtig. Ik vind het echt heel vervelend. Dinsdag stelde Bruls een reactie op waarin hij met scherpe bewoordingen reageert op de Turkse verwijten dat Nederland ondemocratisch bezig is. In ons land worden geen duizenden mensen opgepakt. Er worden geen kranten gesloten. Er is niet sprake van massale indoctrinatie door de staat gecontroleerde media. Dat hebben wij in ons land gelukkig niet. We hebben vorige week vrije verkiezingen gehad waar iedereen heeft mee kunnen doen. Iedereen zich heeft kunnen uiten. Er is best veel te zeggen over Nederland, maar niet dat het een antidemocratisch land is. Andere stedenbanden overleefden wel politieke meningsverschillen. Wat vindt Bruls ervan dat de Turken deze dingen niet van elkaar weten te scheiden? Als je alles gaat koppelen aan elk conflict wat in de wereld heerst, dan kun je dus geen contact meer gaan opzetten over de grens. En ik vind juist de kracht van een goede stedenband dat je daar wel over hebt en als goede vrienden ook met elkaar over hebt. Hè. Je moet niet duiken voor de problemen die je ziet, maar je moet wel de relatie in stand houden. Je moet ook oog hebben voor cultuur. Je moet ook oog hebben wat je kunt leren van elkaar. En ja, schijnbaar is in Turkije op dit moment een wind gaande, want ik hoor het nu ook van een paar andere Nederlandse plaatsen die een stedenband met een Turkse stad hebben, dat onder druk wordt gezet. En dat is zeer te betreuren.